Hallo. Wat kan ik voor je doen? Boeken. Ja, ik heb hier verschillende boeken naast mij liggen, zoals je ziet. We kunnen ze allemaal eens overlopen. Oké. Okay. Als ik uw naam mocht weten. Met dubbel of. Telefoonnummer. Oké. Dus ik zal een beetje tussendoor noteren. Oké. Dit is het eerste boek. Het is iets anders dan een normaal leesboek. Het is namelijk de ziel, boek met alle antwoorden. Zo. De omhalzing is van stof. Zeer mooi. Een kleine quote. Bijvoorbeeld, hou je niet te veel bezig met wat anderen denken. Ik vind het leuk om iets op de plank te hebben. Of noem maar op. Oké, ik ga hem even aan de kant leggen. Het is een zeer basic cover, wat het speciaal maakt. Het is wel Engels, dus the subtle art of not giving a F. Het is een Engels boek. Ik ben er net aan begonnen. Ik vind het zeer interessant. Het laat je de echte kant van het leven zien. Oké. Nederlands boeken, oké. Dat zal ik noteren. Basic/speciaal boek. Deze is wel Nederlands. Win it all. Ik denk dat het in Nederlands is. Ja. Oké. Deze mag u straks de achterkant lezen. Het zit erin. Wel een Engels boek. Het is geen Engels boek, de titel is Engels, maar de tekst niet.
Mm-hmm. Ik vind deze zeer interessant. Het sluurtje mee met verhaal. Verhaal. Mm-hmm. Dan gaan we iets meer naar de lossere boekjes. Kom je nog eens langs? Een klein varkentje met zijn vriendje en zou hem dolgraag weer eens zien. Het kleine varkentje stuurt zijn vriend een brief. Per flessenpost. Dus, hallo. Hoe gaat het? Met mij gaat alles goed. Waar ben je nu al zo mee bezig? Wil je mij nog eens komen bezoeken? Ik heb daar. Misschien wil je wel wat langer blijven. En zo gaat het verder. Met allemaal prentjes. Mm-hmm. Oké, okay. Ik zal het schrijven. Dus. En op de tafel. Even de barcode zien. Ja. Oké. Deze leg ik hier. Een heel bekend boekje heb ik zelf al vaak gelezen. De Kleine Prins. Dit prachtige moderne sprookje. Geschreven voor een jong en oud en schitterend, geïllustreerd door de auteur. Wordt over de hele wereld tot de klassieker gekend. De verteller en piloot. Verhaalt hoe hij na een landing met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De wijze en betoverende verhalen die de kleine prins vertelt over de planeet waar hij woont met een hooghartig bloem. Over de andere planeet die hij bezoekt met een merkwaardige bewoner en over zijn gevecht met de slechte zaadjes maken de kleine prins tot een het is ook met plaatjes. Ja, dat is wel leuk om losse, zachte, vallende verhaaltjes. Dus dan. Oké. En over naar welbekende strips. Dit zijn trouwens van onze tijd. Vaak
gelezen, super bekend. Dat waren ook oudere boeken van deze tijd. En dit waren heel nieuwe, eigenlijk hoe wij ze zouden noemen, boeken uit de toekomst. Daar gaan we er nog een paar van hebben straks. Maar nu gaan we eerst nog naar nu. Eerste, de stenen aapjes. Dus. Het is makkelijk leesbaar. Mooie prentjes. Deze, dat is nummer 83. De belevenissen van een jammerke. Strips leg ik hier aan de zijkant terug. Het piepend bed. 89. 89. Oké. Dan hebben Suske en Wiske het kregelige ketje. Dan weer in kleur de prentjes. Het is ook mooi verwoord. Okay. Het rode oog. De telefoon gaat Flip, neem eens op. Saploop, ik zag juist de vriendjes. De toeten, hallo. Waf, waf. Waf, waf. Dat is zeker Peggy. Hallo, Peggy. Filip Erke. Dat is iemand anders. Peggy blaft zo zwaar niet. Flippy, het is geen goed geweest. Laat paasje nu telefoneren. Waf, waf. Hallo, jonke. Hier met baron Adilo, met Piepedaal. Mijn klein, lief, schattig boterbloempje moet je wat vragen. Beste jongeke, het is om te vragen of je graag enkele weken kon babysitten. Wat? Hebt u een kindje gekocht, mevrouw de gravin? Slimmeke, daarvoor is ze niet meer jong genoeg. Nee, het is voor Fifi. We gaan eindelijk een huwelijksleesje. En hij kan natuurlijk niet mee. Morgen vertrekken we. Als je dan kunt komen, breng je vriendjes maar mee. In orde, graaf van Stippelsteen. U mocht op ons rekenen. Joepie! Daar zijn ze. Kom binnen. Doe maar of je thuis zit. En, hoe lang blijft u weg? Oh, dat weet ik niet. 4, 5, 6, 8, 10 weken. We reizen heel Azië af. Dan hebt u zeker 2, 3 maanden nodig. Oh, dat geeft niet. 3 maanden of 3 jaar. Zorg maar. Goed voor Fifi. Dag. Dat zal wat worden. De boel in orde houden met Fifi. Peggy en Coco. Leuk. Oké. De Granda. Jongeke in de winkel. Wat zei je? Suske en Wiske.
Dat is ook kleur. Mm-hmm. Wat zeg je? Is goed. En dan de andere is 2 toffe totems. Voorleest klinkt het natuurlijk gruwelijk, maar het is het sprookje van de dood, dus het dood. Dan een hele leuke. "313 verhalen over de eekhoorn en de andere dieren." Ik heb deze al eens voorgelezen en ik vond het zo interessant. Heel schattig. Het is niet te lang, niet te ingewikkeld. Het was een warme dag en de eekhoorn dacht maar aan één ding: zwemmen. Hij liep naar het zwembad dat aan de rand van het bos was aangelegd door de bever en de rat. Terwijl de slang en botmeester was. Toen hij zijn zwembroek aan had en in het vrolijke water wilde duiken, gleed de slang naar hem toe. "Laat mij je voeten eens zien," siste hij. "Aha, die zijn niet schoon." "Maar die zijn altijd zo," zei de eekhoorn. Maar hij wist dat het geen zin had om de slang tegen te spreken. "En waar is je staartmuts?" vroeg de slang. "Mijn staartmuts? Wel een beetje vies, zo met je blote staart," fluisterde de slang. "Maar zit een klitten in. Kijk eens aan." Hij liet zijn eigen staart langs de staart van de eekhoorn heen en weer gaan. "Ik wil zwemmen, nu," zei de eekhoorn. De slang was echter onvermulbaar. Het zwaaide dreigend met zijn tong. En zo verscheen de eekhoorn enig tijd later met schone voeten en een paarse muts over zijn staart, opnieuw aan de rand van het zwembad. Het was inmiddels nog veel warmer geworden en zonder te aarzelen dook hij in het water. "Ah, wat heerlijk," dacht hij. Hij stak zijn hoofd boven het water om adem te halen en hoorde de slang sisselen: "Tijd, iedereen in het bad uit." De olifant, die daar tijdelijk terreinknecht was, zoog onmiddellijk het bad leeg, zodat de eekhoorn plotseling op de doodgevallen bodem zat. Tranen sprongen hem in de ogen. "Als je wilt huilen, bedenk dan eerst iets verdrietig," zei de slang. "Maar dit is verdrietig," zei de eekhoorn snikkend. "Wat? Dat ik niet kan zwemmen?" "Terwijl het zo warm is dat zelf de doorloopt te zweten. Verdrietig is als je altijd uit je humeur moet zijn." "Zoals ik," zei de slang. "Dat is waar," zei de eekhoorn. Hij keek de slang en dacht aan en meende zelfs even een traan te zien in zijn blik. Maar misschien was het dan nog een van zijn eigen tranen waardoor hij keek. En dan verder. Leuk, hè? Oké. Super. Dus. Secondje.
Het leven van een loser en een hondenleven. Zomervakantie. Bram vraagt zich af waarom iedereen zo nodig naar buiten moet als de zon schijnt. Als zelfbewust binnenmens leeft hij zijn ideale vakantie lekker gamen met waardijnen deed. Maar dan bedenkt zijn moeder de perfecte vakantie. Zo organiseert ze zomeractiviteiten. Bram moet naar het zwembad en er is een verplichte leesclub voor jongens. Bram bedenkt een list. Hij gaat geld verdienen als tuinier. Maar ontloopt hij daarmee zijn moeders plannen of is hij deze vakantie veroordeeld tot zijn familie? Dit is de nummer 1 van de New York Times bestsellerslijst. Oké. Dan hebben we vlucht. Dus in een vervallen gebouw komen drie meisjes bij bewustzijn. Alle drie zijn ze opgesloten in een eigen kamer. Er is alleen één iPad waarop ze elkaar kunnen zien. De opdracht is simpel, maar gruwelijk. Eén van hen mag de ruimte niet levend verlaten. Ze moeten zelf kiezen wie. Ik hou van ontspannende boeken. Dan hebben we er nog twee. Dit is zeker in het Engels. Way of the Peaceful Warrior. Dit laat je een andere kant van het leven zien. En het gaat ook over mediteren. En dit is de kippen. Oké. En dan hebben we deze. Burn after writing. Dus verbrand achter het schrijven. En dit is een boek met allemaal verschillende vragen. En laat je een heel ander perspectief zien van het leven. En laat je denken over het leven voor wat. Tussen de vragen heen krijg je dan een tekst. Dus ja, zeer interessant. Oké. Een beetje terug. Oké. Ik zal de lijst straks geven en alle boekjes. En wat vroeg? Een beetje voorlezen over de prins. Ik wil dat doen, zeker, tuurlijk. Toen ik een jaar of 6 was, zag ik hier op een... Toen ik een jaar of 6 was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud. Dat ware verhaal heette. Het stelde een beoconstrictor voor die een wild dier aan het verslinden was. Oké. Dus, voor hoe lang zou u deze boek willen huren? Oké. Dat is...
wel voor te komen bij deze piep. Ik vond het gezellig. Interessant. En ja, hopelijk zie ik u de volgende keer. En hopelijk gaan alle boeken nog in deze staat zijn. Dus ja, tot de volgende keer.